voilà, die wappert. Als die. Bij de overburen ook. Ja, 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 er wapperde er echt keiveel. Bij Ina en Nico, bij Inge, bij de Tim en Jeff en bij de Peter. Ah, hier hangt er een zelfs een aan de deur. Bij Jaden en de Stanny, bij Paul en Brigitte, dat is die van ons, Els en Alain. En bij Lina hangt ze ook. Check dat. Jo, die heeft zelfs een vlaggenstok gemaakt. Zie ze wapperen. Vol hier in onze straat, zalig. Misschien ziet jij vandaag ook wel ergens een regenboogvlag wapperen en vraagt je af, waarom? Wel, het is Ida Hot vandaag. De internationale dag tegen homofobie en transfobie en haat tegen de LGBTQIA+ gemeenschap in het algemeen. Als je afvraagt, waarom is dat in godsnaam nodig? Wel, ik zou je dat perfect zelf kunnen uitleggen, maar ik ga de mic en de video passen naar een paar van mijn volgers die er elke dag middenin zitten. Dat je heel je leven lang uit de kast moet komen. Ik denk dat dat het moeilijkste is voor mij. Dat constant overal zijt je niet de norm, je zijt niet normaal. Omdat ik nog altijd bang ben om het hand vast te houden van mijn lief op straat. Mensen die naar u staren of het gefluister achter uw rug. Als er twee meisjes een hand geven op straat, dan is dat geil. Dan is dat, oh wauw, twee meisjes. Maar als twee jongens een hand geven, dan is dat, hey, homo, Ja, gefluit, vunzige opmerkingen, blikken van vaak mannen. Dat reduceert ons als koppel op dat moment wel tot de seksuele fantasie van een of andere hetero man die wij niet kennen. En super spijtig. Ja, en we hebben onlangs nog iets meegemaakt waarbij dat, een man ons vroeg voor een trio te doen nadat hij wist dat we een lesbisch koppel waren. En heb je dan niet toch soms zin in een man? Ja, ja, nee, eigenlijk niet. Eens dat mensen weten dat je trans bent, beginnen ze zo heel ongepaste vragen te stellen. Vragen zoals wat er in mijn broek zat. En zo'n vragen zijn gewoon ongepast. Ja. Dan zit jij de man in de relatie, klopt dat? Nee, dat klopt niet. Want ja, dat is net het hele concept dat er geen man is in onze relatie. En dat hoeft ook helemaal niet. Als je twee vrouwen bij elkaar zet, een lesbisch koppel dus, dan is er geen man. Als ik een relatie heb met jongen, dan gaan mensen er altijd van uit dat ik hetero ben. En als ik dan flirt met een meisje, dan krijg ik vaak de reactie van oeh, ben jij lesbisch? Waart jij niet samen met jongen? Ja, maar je kunt niet kiezen of je weet het nog niet zo goed of je wil het eens proberen. Het zal dat wel zijn. Ja, het is alsof dat mensen niet snappen dat er ook zoiets bestaat als biseksueel zijn. Iets waar ik echt nog altijd heel boos van word, is als ik mensen het woord homo wil roepen als een scheldwoord. Zo, haha, ja, dat is gay. Er zijn zoveel jongeren die in twijfel zitten met hoe zij zich voelen, die dat twijfelen over hun geaardheid, die dat twijfelen over hun identiteit. En voor die mensen, doe dat alsjeblieft niet. Als je het zijt, is dit zo'n trots op te zijn. En als je het niet zijt, gebruik het dan ook niet. Ik denk dat de media nog altijd een heel grote stap aan het nemen naar juist de representatie. Omdat dat toch een groot impact gaat hebben met hoe mensen ons gaan zien. En opnieuw gaat dat ervoor zorgen dat misschien de haat of het taboe er rond een beetje gaat vervagen. Mijn vorige buren, die begrepen dat niet. Die zeiden ook rechtstreeks tegen ons, twee mannen die voor twee kinderen zorgen, dat kan niet. Ze verboden ook hun kinderen om met mijn kinderen te spelen, want ze wouden niet dat hun kinderen homo of lesbisch zouden worden. Ik vind dat slachtoffers van homofobie en transfob geweld niet serieus genoeg genomen worden. Die daders worden niet zwaar genoeg bestraft, waardoor je eigenlijk het signaal geeft dat het allemaal niet zo erg is. En dat is fucked up. Het enige wat we vragen is om geaccepteerd te worden voor wie we zijn en te houden van wie we houden. Wat mij dan weer heel blij maakt, dat zijn mensen die er vragen over stellen. Mensen die er aandacht aan geven. Want ik ben geen afwijking. Ik ben niks abnormaals. Kinderdagverblijf, de verzorgsters hebben twee cadeautjes gemaakt nu voor Moederdag, zonder dat we dat gevraagd hebben, dus dat vind ik heel tof. Mijn moeder, omdat ze als kleuterlijster allerlei workshops gevolgd heeft om transjongeren in het onderwijs beter te ondersteunen. En mijn vader, omdat hij als zijn vrienden homofobe of transfobe mopjes maken,
dat hij hen daar altijd op aanspreekt. Het Songfestival. Ik vind dat het Songfestival eigenlijk al jaren holibies binnenbrengt in huiskamers over heel Europa. Ook in landen waar dat misschien nog niet zo vanzelfsprekend is dat je holibie bent. En ik beeld me dan altijd in dat je als puber in Bulgarije in je kamer naar het Songfestival kijkt en dat je daar een gay ziet op tv en dat je denkt van oké, ik ben niet alleen. Als er een prof in een les een voorbeeld geeft over een getrouwd koppel en die noemt dan twee vrouwennamen, dan wil ik gewoon recht staan en beginnen applaudisseren. De gewone mensen niet per se denken bij een meisje dat hij verliefd wordt op een hij en dat een hij niet altijd verliefd wordt op een zij, maar dat dat ook gewoon kan. En dan wil ik echt gewoon een dikke merci zeggen aan iedereen die dat doet, want zo inspireert je ook andere mensen. De regenboog zit in mij. Die zal altijd in mij blijven zitten. En ik weet dat ik oud en proud ben, maar mijn geaardheid dominert in mijn leven. Ik word heel blij van mensen die volledig hunzelf zijn. Mensen die hun ding doen, mensen die geen fuck geven om andere mensen van hun denken. It makes me so happy. Zijt fier dat je uw regenboogvlag, of je transvlag, of je biseksuele vlag, of je lesbische vlag, of je panseksuele vlag, je agendavlag, rond uw rug kunt doen. En dat je kunt tonen wie dat je bent. Please keep doing that. You're doing amazing, sweetie.